Tatjana Simic, bekend van haar rol in flodder, heeft een levendige online aanwezigheid op Instagram, waar ze regelmatig foto's deelt die soms zo bewerkt lijken dat ze bijna als een creatie van kunstmatige intelligentie overkomen. Ze wordt vergezeld door haar partner Lex van Hesse, een welgestelde man met een fortuin van haar verluid rond de 200 miljoen euro. Samen genieten ze van een comfortabel leven, afwisselend in Monaco en op Hawaï. Op haar Instagram-pagina lijkt Tatjana, ondanks haar 60 jaar, de dagen te vullen met het delen van selfies, vaak doordringt van filters die haar een bijna onwerkelijke uitstraling geven. Hoewel het gebruik van filters op sociale media niet ongewoon is, lijkt Tatiana er soms wel heel ver in te gaan. Haar foto's lijken soms rechtstreeks uit een digitale kunstinstallatie te komen, waardoor ze haar authenticiteit dreigt te verliezen. Ondanks dat ze beweert dat het niet om geld draait, lijkt Tatiana toch vatbaar te zijn voor de druk van haar volgers die kritiek uitte op haar overmatige gebruik van filters en haar gebrek aan authenticiteit. Om tegemoet te komen aan deze kritiek heeft Tatjana nu zelfs een video gemaakt waarin ze zonder filters te zien is. Ze legt uit dat ze speciaal voor deze gelegenheid beter licht heeft gezocht, hoewel ze toegeeft dat volle zon niet de meest flatterende omstandigheden zijn. Ze benadrukt dat haar verschijning zonder filters de echte Tatjana is... En legt uit dat de drang om filters te gebruiken voortkomt uit haar eeuwige strijd met schoonheidsidealen en zelfpresentatie. Tatjana reflecteert op haar jeugd, waarin foto's werden geërtecheerd en het licht zo werd geplaatst dat ze er perfect uitzag. Nu, met de hulp van filters, heeft ze de controle over haar eigen uiterlijk en kan ze zichzelf presenteren zoals ze wil. Ze onthult dat ze geen vloeibare make-up gebruikt, maar slechts een potlood om haar lippen iets voller te laten lijken. Ze benadrukt haar natuurlijke jukbeenderen en geeft aan dat ze geen filters nodig heeft om haar gezicht te verbeteren. Maar betekent dit dat Tatjana nu stopt met het gebruik van filters? Niet per se. Ondanks haar inzichtelijke verklaringen over haar natuurlijke schoonheid en haar comfort met haar uiterlijk zoals het is, is ze eerlijk over haar intentie om toch weer filters te gebruiken voor toekomstige foto's en video's. Voor haar gaat het niet alleen om het tonen van de realiteit, maar ook om het leveren van esthetisch aantrekkelijke content. Zo blijft Tatjana, in al haar echtheid en digitaliteit, een fascinerende figuur in de wereld van sociale media.